Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe serie hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Ik ga deze serie niet alleen doen, want ik zit hier natuurlijk samen met de Dutch Turks. Woehoe! En wat we in deze serie moeten gaan doen, is wij moeten beiden bij elkaar 100 kills maken, maar we mogen alleen killen met een shotgun. Durf je dat aan? Ik durf alles aan. We hebben als specialist aanstaan. Ik heb kinetic armor. Vincent heeft overdrive. We mogen ook niet killen met de specialist. We hebben als score streaks ook support score streaks aanstaan. Want we mogen ook niet killen met de score streaks. En alle kills die moeten komen van de shotgun. Welk level is jouw Bressie? 11. Nice, dan heb je een long barrel erop. Overpowered ding, ja. Ja. Oh, ik heb een level 1. Het is de eerste keer dat ik serieus met een shotgun speel in deze game. Oké. Mag ik je tip geven? Nou. Kai. Maar ik krijg kaart sprayen. Oké. Nou, omdat je het zo aardig zegt. Alles wat ik kan zeggen. En aardig vraagt, spreek ze allemaal de koekoek. Nou ja, ik vraag niks. Ik zeg het alleen, maar. Gewoon helemaal sprayen. Gewoon alles kapot schieten, jongen. Gewoon helemaal bam, 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 bam. Ik kan ze niet vinden. Ze hebben B.O. gepakt, man. We spelen tegen een clan. Oh, tegen lol! Nee, joh! Oh. We spelen tegen 6 man party, dus dat is even kut. Ik dacht dat die automatisch fired. Nee, je moet elke keer opnieuw indrukken. Zo'n probleem. Maar ik heb ze gecounterd. Automatisch deed. Ik kon 2 killen, dus ik dacht van, ik hou hem gewoon in die. Oh, gewoon schieten, joh. Nee, dat werkt niet. Het opnieuw indrukken, man. Het is wel een rare shotgun, hoor, kan ik je zeggen, garanderen. Ik vind hem wel leuk. Maar hij is sterk, hoor, dit ding. Dat is niet normaal. Ja, ik zie het. Ben je een beetje goed met shotguns of niet? Ja, vroeger wel. Ja, wat heb ik daar nou aan? Ja, maar wat ik zei... Vroeger! Wanneer? In 2005 of zo? Nee, 2001, toen had ik net mijn buggy en toen dacht ik van, hey, kom hier met de shotgun, ik schiet jullie allemaal de shotgun. Nee, maar hoe heet dat? Wat is goed? Ja, weet ik niet. Weet je een beetje hoe je ermee moet spelen, zeg maar. Pas op, komen 2 van rechts hoor, Jan. Ja, kak, nog één naast jou, achter jou, hij komt achter je aan. Ik heb hem. Want het is, je moet wel een beetje een speelstel hebben met de shotgun namelijk, anders loop je als een mongool rond en dan krijg je geen enkele kill, weet je wel. Zo, ik heb die long barrel erop gegooid. Ja? Woe! Ik zit gewoon over de map heen, joh. Dank je. Oh! Nog één daar. Ik zie hem. Ik heb hem. Lekker. Zo, dit wapen is sterk hoor, dat is niet normaal. Voor een shotgun is het echt... Ik ga in de rug komen nu. Ik heb ze al. Oké, lekker, kom die vlag pakken, hé. Gewoon capture kills maken. UAV. Nee! Oh, heb je hem? Nooit! Ik had mijn kinetic armor nog heel mooi aangezet, weet je, dat is slim. Maar ja, blijkbaar was het niet zo heel slim. Eentje gaat via de zijkant naar A toe. Maakt niet uit. We moeten B niet verliezen, we moeten B verdedigen, man. Ga naar B. Ga naar B via boven. Ik ga naar B. Oh, eentje komt hier terug. Ik heb hem. Heb je van B af? Nee, ik heb hem wel dood. Ja, ik had hem ook geraakt, maar... Ik heb nog eentje. Moet gewoon terugpakken, gewoon terugpakken. Ik heb hem bijna. Hij zit boven. Oh, ik ben dood. Ik heb hem opgeofferd. Boven is voor ook team, neer. Ja. Lekker, jongen. Quad goals. We gaan het gewoon winnen, man. Ze zijn weer bij aan het pakken. Ik heb UAV. Netjes. Ik zit naast bij ons. Ze gaan hem sowieso proberen terug te pakken. Ik ga gewoon linksom, ja? Ja, wacht. Backrip jij eens. Ik hou ze hier wel bezig, ja? Okay, ik ga proberen linksom en in een fiets te parkeren. Hé, hey, viezerik. Niet in een fiets parkeren. Ik mag toch een fiets parkeren? Parkeer hem wel in een auto. Daar zit tenminste een kofferbak in. Oké, ik probeer de auto te parkeren. Hey, goed zo. Ah! Hij schiet best wel traag hoor, deze shotgun. Oh! Kijk! Ah, kak, zit er eentje op A. Kijk die chat! Ik had gewoon 3. Die chat? Ja, op we de kill dinges. We spelen geen Minecraft. Dan moeten we ook nog een keer spelen binnenkort met z'n tweeën. Ja, ik vind het goed, er zit er een naast je. Op zich denk ik dat ik het best goed. Kijk die chat, we zijn niet aan het livestreamen. Okay. Ik heb hem. Ik ga weer door naar A. Hé, hey jongens, kijk die chat. Jongens, laten we allemaal een hype achter in de chat. Oké, nou is het klaar, oké? Sorry, ik moet er even bij doorgaan, ik vond het grappig. Ja, ik sta ernaast, ik ga er naartoe. Te laat. Hé hey man, ik heb niks te laat. Ik ben nooit te laat, ik heb Jarask. Jarask is nooit te laat. Nou, behalve als je een afspraak maakt met hem. We gaan vandaag opnemen hoor, Vincent. Waar is Jan? Ja dude, ik land nog in mijn bed, ouwe. Ik reageert half niet, hij reageert half. Ik land nog in mijn bed. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat kan toch wel, dus leg jij nou toch even in je. Oké, we spreken vannacht, ja, om 4 uur af gaan we opnemen. Ja, is goed. Oké. Ik zet de wekker hoor. Heb jij hater? Ja. Lekker. Ja, we moeten doorgaan, hè. Dan gaan we. Ach, kak, kills, Steven. Nou, we moeten toch samen 100 kills halen. Dus. Oké, we mogen nu op het scorebord kijken, hè, by the way. Ik heb net stiekem gekeken. Ja, valsspeler! Gedisqualificeerd!
Hallo teammate, hallo. Wat? Sinds wanneer kunnen die shock charges... Hey, de heer Smurf! Wacht, je bent een baas. Wacht. Sinds wanneer kunnen die shock charges door de muur heen? Shock charges? Ja, die spijkerdingen. Sinds wanneer kunnen die door een muur heen? Wat hebben hij? Ja, die gast, ik speel toch hem met overdrive? Die gravity spikes. Oh ja, die gaan gewoon overal doorheen. Ja, dat is toch bullshit? Ja, nee, daar word ik ook heel vaak door gekild. Sta je achter een muurtje, plung. Ja! Sta je in een raampje, plung. Dat had ik net. Maar hetzelfde met zo'n rolling thunder ding, zo'n bombing run. Als je in een huisje staat, gaat het ding gewoon door het huisje heen. Dat slaat ook helemaal nergens. Hoeveel kills moesten we halen met z'n tweeën? 100 in totaal, maar ik ga niet zeggen hoeveel we hebben. Had je al gekeken dan? Ook niet. Nee. Heb jij al Jan, gekeken, ik heb... Hey, jij hebt daar hoofd, ik heb daar hele dinges. Ja, weet ik. Eigenlijk moeten we even wisselen met z'n tweeën. Waarom? Omdat jij ik heb een mooi hoofdje, hè? Ja? Ik heb haar hoofdje ook, hè? Ik lig op B. Heb jij de body ook? Heb jij ze allebei? Ja. Heb je dat niet gezien? Kom even kijken, dan ik lig hier achter een muurtje. Kijk. Nee, ik hoef het niet te zien. Nu ben ik dood. Het staat gewoon in naast je vriend. Waarom? Oh, sorry. Waarom liep je nou weg? Je wordt fucking via 1 meter beschoten. Oh ja, we gaan weer. Niet. Ja, je bent noob. Dat is wat je bent. Oh, ja. Dankjewel, man. Heel aardig, man. Je allemaal weer. Ja, noob die je bent. En je moet altijd zeggen dat mensen noob zijn, want dan gaan ze beter spelen. Je hebt twee types. Oh fuck. Je hebt twee types, ja? Ja. Je hebt één type. Op het moment dat je zegt je bent noob, gaan ze beter spelen. En je hebt een ander type, Santino. Als je zegt dat ze noob zijn, gaan ze juist slechter spelen. En ik heb in mijn hoofd zitten dat jij het eerste type bent. Ik ben de C-type. Nee, heb ik dat goed of niet? Ja, weet ik veel. Gewoon spelen. Ja, je weet toch... Ja, maar... Oh ja, wacht, jij speelt niet heel veel competitive shit, hè? Nee. Nou, je moet altijd in mensen hun hoofd komen te zitten, man. In mensen hun hoofd? Hé, hey, wil jij mijn kop kruipen of even? Nee, je moet altijd slim... Oh, kut, ze hebben fucking dingen in de lucht hangen, what the heck. Je moet altijd slim spelen, man. Je moet mensen altijd boos maken. Boos maken? Als je mensen boos maakt terwijl je tegen ze speelt, dan gaan ze altijd slechter spelen. Ik kan die gast niet pakken, hij staat de hele tijd links. Is dat ding uit de lucht? Volgens mij wel. Maar dat ding, die gast staat de hele tijd links te campen. Ik zit te campen, man, vanwege die frat die in de lucht zat. Nadruk op zat. Zo, en nu is het klaar. Opgebokt met jou. Ja, ik sta je op te wachten, vriend. Kut, ik heb een kinetic armor aangezet, maar er is hier helemaal niemand. Fuck, dat was een kut timing. Heb je ze? Zo, 3 assisten. Lekker. Ja, kom, ik moet B, nu. Waarom? Kom. Ik ben bij je. Goed zo, je moet ergens achter gaan liggen. Ja, of niet. Ik heb ze. Oké. Okay. Komt er nog één? Jan, help me! Heb jij... Ja, Jan, help me, ik ben er al niet meer, man. Hoe kan je altijd zo snel reloaden, trouwens? Driehoekje als je gereload bent, indrukken. Dan heb je cancel of reload cancel. Oh! Correct, ik zie het nu pas voor het eerst. Oh, mag ik wel killstreaks gebruiken? Nee. Oh fuck, dan moet ik mijn hellstorm missen, oké. Okay. Yep. Oh, die gaat zo de refrein in. Dan mag ik ook niet mijn talon gebruiken. Ah, shit. Ja, je moet support aanzetten, lul. Ja, ik heb toch helemaal nog niks, joh. Ik ben net level... Ja, je mond, joh. Level 2 weer. Je wilt gewoon vals spelen, hè. Je wilt gewoon vals spelen, ja. Ik heb je wel door. Dude, ik ga beest, jongen. Holy shit. Ja, ik ga ook wel lekker. We spelen tegen een hele clan, hè. Maar volgens mij kent die hele clan me, by the way. Het zijn namelijk allemaal Nederlanders. Dus hallo, jongens, als jullie in de video zitten. Alles goed? Ik hoop het wel. Ik hoop niet dat jullie boos op me zijn. Oh, bijna. Oh, ik heb een Talon. Ik heb alles, Jan. Ja, je mag neerroepen, jongen. Ik ga huilen in een hoekie. Oh, je gaat daar lekker zitten. Joh. Dat is slim, maar niet eens. Oh. Holy shit, ouwe. Ik vind het al knap als ik positief ga. Nee, echt? Ja, dan heb je mijn best gedaan. Ah, ik dacht dat je shotgun pro was, man. Bas, inderdaad. Dat zeg je altijd. Ja, kom op. Gewoon logisch nadenken. Dan kan je iedereen killen met die shotgun. Ja, je moet toch een beetje glijden, een beetje dit en een beetje dat. Waarom? Nee, joh, helemaal niet. Laat ze B-cappen. Nee, we moeten hem niet halen in aflevering 1, man. Dat is niet leuk. Oh! Oh, lekker. Oh. Fucking hell, ouwe. Dit ding is sterk. Ik heb mijn wapen wel camera. Level 4 trouwens. Oh, netjes. Het gaat lekker snel dan. Ja. Wat ik zei, ik doe mijn best wel. Ah, stonden me op te wachten. Slim. Ze hebben nu ook shotguns gepakt, man. Briljant. Echt? Ja, ze hebben ook shotguns gepakt. Ze gaan me nadoen, man, want ze kunnen het alleen niet.
Oh, shots. Oh, pew pew pew. Mag ik een pew pew in de chat? Pew pew. Ja, allemaal laat in de chat. Hype achter. Shotgun voor de win. Ah, kak, we hebben 3 vlaggen. Wie's idee was dat? Mijne. Niet. Mag? Ja, ik zeg het, je kan niet met een shotgun. Oh my god, ouwe. Oh, ik heb nog last van mijn keel. Heb je dat ook? Je zat net ook de hele tijd te hoesten. Dude, kijk mijn kills, man. Oh. Waar ben je nou? Ja, waar ben je nou, Vincent? Ik heb het gehaald. Nee, echt niet. Jij moest 75, ik moest 25. Ja. Hou je bek, joh. Hou je bek. Nee. Jij moet ook 50. Ja, okay. We hebben er 83, toch? 83. Nou, dat hebben we al bijna, man. Alleen, weet je wat het is? Ja? Ik heb nog helemaal geen enkele perk erop, hè? Ja, maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Oké, wacht even. Dan heb ik een leuke voor je, ja? Jan? Woe! Hey, Vincent. Yeah! Vincent. Peace, man. Oh, wacht dan. Wacht, volgende. Doe de volgende! Ja, te laat. Te laat! Oh. Jongens, mocht je hebben genoten van aflevering nummer 1, ram natuurlijk social kaart op like. We hebben al bijna de challenge voltooid met een aantal van... 83 kills, dus moesten nog 17 kills erbij. Ik moest het weer even uitrekenen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op Vince's kanaal. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.